We leven in Nederland in een van de meest welvarende maatschappijen ter wereld. Maar tegelijkertijd neemt ziekte in Nederland ieder jaar toe. Meer dan de helft van de mensen ook hier heeft overgewicht. En dat geldt ook voor alle westerse landen. We hebben ieder jaar meer kanker, meer diabetes. En die ziekten die we niet hoeven te krijgen, die zijn in onze maatschappij eigenlijk meer dan ooit aanwezig. En voor mij is dat zo'n grote disconnectie tussen wat ons lijf echt nodig heeft en wat we in onze mond stoppen. En persoonlijk wil ik zelf niet een statistiek worden in die maatschappij. Wil ik niet dat mijn kinderen een statistiek zijn in die maatschappij waarin ziekte ieder jaar toeneemt. En waarin we meer depressies en burn-out hebben dan ooit. Dat is niet hoe we ons leven hoeven te leiden. Mijn naam is Jesse van der Velden en ik ben auteur van meerdere nummer 1 bestseller boeken. Ik ben oprichter van Bioprofiel, waar we in de laatste jaren meer dan 100.000 mensen hebben mogen begeleiden met hun gezondheid. En bij Bioprofiel hebben we meer dan 15.000 gezondheidsanalyses gedaan bij mensen. En begeleiden we mensen 1-op-1 met hun individueel optimale voeding, hun levensstijl, hun suppletie, hun beweging. Maar gezondheid is meer dan alleen maar fysieke gezondheid. Je kunt de mentaal-emotionele kant van gezondheid niet online aan iemand leren. Dat is iets wat je moet gaan ervaren. Het leren omgaan met stress, het vinden van de rust, je stilte en je kracht in jezelf. En deel 2 voor mij in mijn leven en voor ons als bedrijf is om hier op deze plek dat te gaan aanbieden. In een mini-landgoed waar we mensen willen en zullen gaan ontvangen om hun te begeleiden op alle gebieden van hun gezondheid. Het is letterlijk 15 minuten boven Amsterdam met 30.000 vierkante meter natuur. Een plek waar mensen een week lang gaan verblijven om weer in verbinding te komen met hun innerlijke zelf. Te gaan herontdekken wie ben ik, wat wil ik, wat droom ik, wat is mijn waarheid, wat is de visie voor mijn leven, waar ligt mijn hart. Te leren los te laten, te helen wat ons niet langer dient. Maar ook het deel fysieke gezondheid. We bieden in die week optimale voeding, beweging, rust, meditatie, ademhalingsoefeningen, stilte. En daarvoor hebben we deze plek nodig. En daarvoor vraag ik je hulp om samen een crowdfunding te doen om deze prachtige plek te financieren. Onze missie in ons bedrijf is Make the medicine again. Onze moeder aarde heeft ons letterlijk alle medicijnen gegeven die wij als mensen nodig hebben. De voeding, de planten, de groentes, de kruiden. En in het oosten weten ze al duizenden jaren hoe ons hart, de stilte, onze innerlijke verbinding zo'n belangrijk en onmisbaar medicijn is voor onze totale gezondheid. En dat naar Nederland brengen, dat hier naartoe te brengen, dat is voor ons Make the medicine again. We zien het als een plek voor echte gezondheidszorg, want we hebben ziekenzorg. Maar waar ga je naartoe voor de echte zorg voor je gezondheid? En er is zo'n groot verschil tussen vrij te zijn van ziekte en optimale gezondheid. Want we weten allemaal dat er zo'n veel hogere staat van gezondheid is. En we weten ook allemaal hoe het is om dat niet te hebben. En dat onder begeleiding van de beste therapeuten en coaches en experts. We geven mensen de kennis en de systemen mee om dat letterlijk de rest van hun leven mee te gaan nemen. Mijn team en ik willen je uitnodigen om deze droom gezamenlijk met ons mogelijk te maken. We hebben totaal 2,4 miljoen euro nodig om dit project te verwezenlijken. En we willen jou vragen om een deel van de hypotheek aan ons te verstrekken vanaf een inleg van 10.000 euro of meer. Het pand en het landgoed is daarbij een onderpand. Je verstrekt de hypotheek en dat garandeert je inleg. Je ontvangt rente en na 5 jaar heb je de keuze om of je inleg volledig terug te krijgen of om je hypotheek aan ons te verlengen. We hebben reeds meer dan 90.000 euro aan financiering ontvangen. En ik hoop vanuit mijn hart dat je deze droom met ons deelt en dit samen met ons mogelijk wilt maken. Ik denk dat in deze tijd van waarin iedereen super druk en super gestrest is, dat het heel fijn is om te weten dat er één plek is waar je altijd naartoe kan om die rust weer te vinden. I think it would be great for people to participate in the crowdfunding and help make this dream come true, because there are not many places in the world that this exists. Ja, investeren gaat in feite nooit over geld, maar gaat over de waarde die je daaraan verbindt. Je bent onderdeel van een veel groter geheel in de wereld, waar je een bijdrage levert als het gaat over gezondheid, vitaliteit, kracht, ja, en weer medemenselijke aandacht. En
Ja, dat is de investering waard. En Jesse heeft al heel vaak laten zien dat hij in staat is om hele mooie grote dingen te doen. En als hij dat nu ook nog op dit vlak gaat doen, ja, daar kan ik niks anders over zeggen dan go for it. Ja. Heb je vragen? Download dan de brochure of neem contact met ons op. En wil je investeren? Laat het ons dan weten. Mijn naam is Jesse van der Velde en ik heb een droom.